De academie bestaat dit jaar 350 jaar, heeft natuurlijk doorheen haar lange geschiedenis heel veel nieuwe uitdagingen aangegaan. En zo komt het dat je eigenlijk het grote, brede scala van beeldende kunstopleiding binnen deze academie moet situeren tussen enerzijds mode, theater, kostuumontwerp, grafische vormgeving, fotografie, juweelontwerp, vrije kunsten met sculptuur, schilderkunst, vrije grafiek en in situ. En daarnaast de specifieke lerarenopleiding die dan die jong afgestudeerden toelaat om les te mogen geven in deeltijdskunstonderwijs of secundair onderwijs. Het is voor mij een hele eer om op een school die 350 jaar oud is dit jaar, om een vak te mogen geven over de geschiedenis van de hedendaagse kunst. Dat is wat ik doe. Dus ik specialiseer me heel sterk in historische benadering van avant-gardes van de 19e en de 20e eeuw. En de bedoeling is een beetje om jonge kunstenaars te zien hoe er in de loop van de 20e eeuw al hele radicale, subversieve stromingen waren in de beeldende kunst, die zowel de kunst als de maatschappij in vraag stelden. Dat scala aan opleidingen resulteert natuurlijk in heel specifieke beroepsprofielen. Een modeontwerper is per definitie iemand anders dan iemand die voor theater onsceneringen uitwerkt, kostuums ontwerpt. Dus het is een heel breed en gevarieerd scala aan beroepsmogelijkheden. Ik volg vrij grafiek. Er is zoals de oude druktechnieken van vroeger, zoals etsen, lithografie, houtsneden. Er zijn vaak tentoonstellingen die hier gebeuren, waar iedereen samenkomt, dat het toch wel vaak memorabele momenten zijn. Dat er dan natuurlijk een groot contact is tussen iedereen. Iedereen loopt door elkaar en er worden ook spontaan gesprekken gevoerd over, al dan niet over het werk dat tentoon wordt gesteld. Ik denk dat dat wel de momenten zijn die wel het vaakst bijblijven. De academie is eigenlijk een heel ambivalent instituut. Het is hier een oud kloostergebouw dat teruggaat tot de middeleeuwen. In de tijd van Napoleon gemoderniseerd in een soort neoclassieke stijl, een kunstschool geworden. En als je rondloopt op de academie voel je heel sterk die historische dimensie die hier letterlijk en figuurlijk in de gangen en de zalen hangt. Maar tegelijkertijd, op die oer-historische plek zie je jonge mensen constant in de weer met hun creativiteit, nadenken over vormen van vandaag en vormen van de toekomst. En het is die constante wisselwerking, die constante spanning tussen het verleden en de toekomst, tussen traditie en experiment, die hier denk ik een soort een uniek klimaat veroorzaken.